As daar een ding is waaroor die skrif duidelijk is, is dit dat daar werkelijk een oordeel gaan plaasvind. God gaan die wereld oordeel. Die verse beide in die Oud Testament en die Nieuwe is volop daarvan en ondubbelsinnig. Die oordeel wat hier en nou so kort skiet, sal een dag plaasvind. Die Bijbel sê dat God die volmaakte in kennis is, Job 37 vers 16 en hy weet alles in Johannes 3 vers 20. Wat al die verborge dinge insluit, Prediker 12 vers 14 en Jeremia 17 vers 10. Ons kan onszelf voor alles en allemaal verberg, maar niks is voor God verborgen nie. Wat werkelijk hier geïmpliseerd wordt, is dat hij niet nodig heeft om elke individuele leven te onderzoeken. Gods oordelen is inderdaad een goddelijke beschikking voor zijn skepselisse onthalwe, beide in de hemel en op aarde. Hierdie proces is van een kosmische historische aard, omdat Lucifer zijn opstand in de hemel begin het, en dit toen na hierdie aarde uitgebreid, Openbaring 12 vers 7 tot 9. Gedurende hierdie week gaan ons die eindtijd oordeelsproces wat uit drie hoofdfases bestaan bestudeer. Die pre-advent oordeel, die duizend jaar oordeel en die uitvoerende oordeel. Die hele proces eindig met die vrijspraak van die rechtvaardiges en die tweede dood van die sondaars. Bestudeer hierdie weekse les. As voorbereiding vir Sabbat, 24 Desember.